Er komen nog twee heel andere soorten ritten en de tijd rit nog. Dus ik denk niet dat er iets verloren is voor een goed klassement rijden. Maar vandaag is gewoon een halve off-day. En we hopen dat het gewoon morgen en overmorgen beter is. De eerste keer heb je nog proberen terug te vechten. Je kwam nog een keer terug in die afdaling en dan sprak het opnieuw. Maar het ding is, ik kon gewoon een hard tempo kon ik wel aan, maar ze begonnen het ook aan die kastjes vol om bak. En dat had ik vandaag gewoon niet. Daardoor moest ik eigenlijk lossen en dan hebben Ilan en Fausten mij teruggebracht. Net voor de afdaling, dat was eigenlijk ideaal. Was ik eigenlijk het klimmetje dat ik definitief oplost, was ik vergeten. Ik dacht dat we direct naar de finish gingen rijden. Dus dat was wel even een domper op de feestvreugde. Maar ik dacht echt dat we naar de finish gingen rijden. En ik wist dat deze klimmetje mij het beste lag, omdat die anderen waren echt heel stijl en heel kort en explosief. Dus ik was echt aan het hopen dat we zo snel mogelijk aan die finale klim geraakten. En dat ik misschien wel kunnen doorbijten.